In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van zijn. In deze video gaan we het hebben over begeleid inoefenen. Want waarom zou je begeleid inoefenen? Wanneer je alleen aandacht besteedt aan het uitleggen van de nieuwe leerstof, vergeten studenten het daarna weer. Het is belangrijk dat ze oefenen met de leerstof, maar dat kunnen ze niet direct zelfstandig. Hierbij hebben ze begeleiding nodig. Wanneer er geen tijd voor begeleid inoefenen wordt genomen, slaan studenten de leerstof niet goed op en komt het niet in het lange termijn geheugen. Wat levert het jou dan op als docent? Je kunt tijdens de begeleide inoefening zien of alles duidelijk is. Of dat je nog misconcepten moet oplossen of extra uitleg moet geven. Daarnaast blijkt er dat studenten na het begeleid inoefenen beter zelfstandig aan de slag kunnen, omdat ze beter zijn voorbereid. Dus het levert je op dat studenten beter zelfstandig kunnen werken en minder fouten maken. Als je als docent begeleid inoefenen wilt faciliteren, is het belangrijk dat studenten oefenen met het verwerken van de informatie. Dit kun je doen door studenten vragen te stellen die zorgen dat ze moeten nadenken over de opdracht. Gebruik hiervoor de werkvorm Stel dat. Wanneer je deze werkvorm gebruikt, geef je studenten een situatie of een casus. Hierin gaan ze de geleerde informatie toepassen. Je hebt bijvoorbeeld in de les besproken hoe je een goede pitch opbouwt om je opdrachtgevers te overtuigen van jouw concept. Bedenk een situatie waarbij de student de opbouw van de pitch kan toespitsen op de situatie. Je kunt ook studenten vragen om de leerstof in hun eigen woorden samen te vatten. Hierdoor heb je ook direct duidelijk of het belangrijkste uit je uitleg is meegenomen en hebben studenten voor zichzelf het belangrijkste op papier staan. Je kunt ook voor een van deze werkvormen kiezen, bijvoorbeeld samenvatten, mindmap of de werkvorm stel dat. Wil je meer tips of hulp, ga dan naar mbomediawijs.nl/slash werkvorm toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.